Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. Ik denk dat we net een gedreven Charles Michel hier hebben horen zeggen. We gaan voor een sterker Europa. Minder afhankelijk, meer invloed. Dat deel ik natuurlijk. En ik ben ook blij dat hij in moeilijke omstandigheden toch een akkoord heeft kunnen bereiken. Maar laat ons eerlijk zijn, collega's. En we hebben het hier al verschillende keren gehoord. Eigenlijk moeten we zeggen, te traag, te soft en niet verenigd genoeg. Te traag, 2 maanden na de opstanden in Belarus. En eigenlijk over Hongkong, hoe lang praten we daarover? Maar wanneer komen er acties? Te soft. Ja, sancties, maar zonder, een collega noemde hem de olifant in de kamer, maar zonder Lukashenko op die lijst. En niet verenigd genoeg als je ziet dat 1 land heel veel kan blokkeren. Voor mij is het echt duidelijk, collega's. We moeten een vuist maken. We moeten geopolitiek kunnen meespelen. En dan moeten we de Unie hervormen. We moeten af van die unanimiteitsregel. Dus ik roep de Raad en de Commissie op, maak daar werk van. Dank u wel.